Wow! Het is je boy met het roze truitje aan en het bruine petje op. Wow! Fashion in the building. What up, mensen? De naam is Kelvin. Je weet het even. En je weet het nog steeds. Hoeveel is je outfit waard? Oh, QC, leuk dat je het vraagt. Ja, deze trui was 2 euro en deze pet was 8 euro. En weet je wat dat betekent? Big Head! Nice, big Head! Genoeg bullshit, hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuw filmpje. Mijn naam is Kelvin. Ik zit hier weer wederom op het stoeltje om te wachten tot jullie naar me toe komen en zeggen: hey, maak een nieuw filmpje. Helaas, pindakaas, je kijkt er al naar. De wereld is een verschrikkelijke plek. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. De wereld is fucked up, oké? Fucked up. Het is niet normaal. We gaan allemaal dood, uiteindelijk. Dat is niet leuk om te beseffen, maar het is wel waar. Keien, Brazilië, Kenia, allemaal kut. De wereld is echt een beetje in rep en roer. Overal zijn mensen ontevreden. Het is allemaal oneerlijk. Corruptie, dus oorlog. Maar wat ik merkte, kijk, op het moment dat de wereld allemaal een beetje instort, dat kan gebeuren, weet je. Dat kan je niet tegengaan, dat moet je gewoon accepteren als mens zijn. Dus doe dat dan ook, want anders word je boos op jezelf. Van de macht niet, dat is een beetje stom. De wereld is maar net hoe je het benadert. Aan de ene kant kun je zeggen, oké, de wereld is fucked up, want er gebeuren allerlei verschrikkelijke dingen. Aan de andere kant kun je wat dichter bij jezelf kijken. Kun je denken van, oké, hoe heb ik het en in hoeverre zie ik de wereld als fucked up? Misschien ben ik wel heel gelukkig omdat ik net een kaarsje heb gekregen van mijn vriendin omdat ik jarig was. Inderdaad, ik ben 21 geworden. Fuck jullie allemaal, onafhankelijk. Ik hoef niet meer daar niemand te verantwoorden. Niet als deze video online komt, dan ben ik al lang 21, ben ik alweer bijna 22. Even niet meer feliciteren, oké? Mensen die mij hieronder feliciteren, oh, nee! Nee! Ik ga gewoon het woord gefeliciteerd gewoon bannen uit de comments. Kan niet. Mag niet. Mag niet. Nee. 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 Het leek mij leuk om in de wereld waarin alle kranten alle negativiteit op je afgooien. Dat is nou hetgene wat mensen het meest interesseert. Hey, ik heb het niet bedacht, hè. Maar blijkbaar is het zo dat mensen het interessanter vinden om te lezen dat ergens een treie oorlog is. Terwijl er hier misschien wel een mooi kalfje wordt geboren. Misschien wel prachtig. Hij is oprecht. Ligt aan een kalf. Is net geboren. Hoe is het? Meee. Top. Lekker. Ik zit de hele tijd omheen te lullen. Ik ga YouTubers gewoon eens een keer complimenten geven. Ja, dat is mijn ding. Dat ga ik doen vandaag. Ik ga ervoor zorgen dat elke YouTuber in Nederland deze video ziet en denkt: hey, ik ga er toch even op klikken. Kijken of ik misschien aan de beurt kom. Misschien heeft Kelvin wel wat over mij te zeggen. Dat ga ik vandaag doen. Ik ga YouTubers even lekker complimentjes geven. Niet omdat ik aards wil likken, want dat boeit mij geen reet. Luister, vrienden. Ik heb over de afgelopen jaren YouTubers geroast. Ik heb ze kapot gemaakt. Ik heb video's van 80 jaar geleden van ze bekeken. Ik heb ze geëxposed. Alles gedaan wat je maar aan negativiteit kan doen. Op een of andere manier vinden ze me nog steeds aardig. Of jullie doen allemaal of jullie me nog aardig vinden. Stiekem vinden jullie me allemaal een klootzak. Kan ook. Ga je wel even zien wat gaat gebeuren, ja? Ik heb mijn neven, die komen naar je toe. Serio, hè? Zij gaan daarvoor, hè? Ik heb YouTubers echt compleet kapot gemaakt over de afgelopen jaren. En vandaag is de dag dat ik een keer iets terug doe. Ik bedank jullie voor de acceptatie van het feit dat ik jullie kapot heb gemaakt. En ik ga jullie vandaag eventjes wat complimentjes geven. Niet zo'n compliment als in: oh, hey, Monika, hier zat je haar gewoon wel mooi. Zeker. Lekker complimentje, jongen. Top. Fijn hoor. Wat? Besef even, ik heb nog niks bedacht. Dit is gewoon helemaal zo. Dude, what the fuck? Ik zal je eerlijk zeggen, dit is niet om stoer te doen of iets dergelijks, maar het is even belangrijk voor de achtergrond van deze video, namelijk ik ken wel veel YouTubers, persoonlijk. Dat kan ik zeggen. Ik ken ze allemaal. Ik spaar ze allemaal. Dat is echt. Wow. In mijn plakboek. Hier. Hey, ik heb niks. Dus ik kan denk ik wel enigszins iets zinnigs zeggen per YouTuber. Onmogelijk om ze allemaal bij langs te gaan. Want ja, er zijn echt extreem veel. Het zijn echt Pokémon, weet je wel. Te veel. Die eerste lading die kon je nog ongeveer allemaal onthouden. Niet normaal. De eerste lading van YouTubers kon je altijd wel een beetje onthouden. Maar ja, nu later zijn er zo voorbij. Ik heb geen idee meer. Ja, I don't fucking know. De enige die ik weet is Sabrina Protri. Sabrina Protri. Niks persoonlijk, Sabrina, maar ik vind je naam gewoon Sabrina. Ik ga gewoon even door mijn timeline heen scrollen. Ah, lekker chillen en dan kom ik misschien wel een YouTuber tegen. Ga ik dan eventjes grijpen. Eerste YouTuber die ik tegenkom is... ja hoor, je zag het waarschijnlijk al wel aankomen. Het is de enige echte... ik heb geen idee, joh. Sophie Milsink is de allereerste van vandaag. Wow, Sophie, als je kijkt, fuck aan met jou. Ik ga even een compliment bedenken voor Sophie. Ik ben over een half uur weer terug. Grapje. Sophie, laat ik het op deze manier verwoorden. We kunnen het hebben over bepaalde rondingen. Maar ja, dat is allemaal een beetje voor de hand liggend. En dat ga ik ook niet doen. Want ja, dat zou een beetje gek zijn. Een beetje smerig. Zo ben ik niet. Ik ben oprecht. Het gaat voor mij om de binnenkant. Sophie, jij bent degene. En ik ben eerlijk met je. Jij bent denk ik oprecht de enige YouTuber die ik ken. Die vrouw is. Waarvan ik denk, hey, jij bent grappig. Dit is no offense richting allemaal andere YouTubers. Jullie doen allemaal je best. Ik probeer jullie nou... yo, dit is echt moeilijker dan gedacht. Want als je de ene YouTuber een compliment geeft, dan weet je dat de andere denkt... hè? Denk dat niet van mij? Maar wat ik wil zeggen, Sophie. Jij bent denk ik de enige vrouwelijke YouTuber waarvan ik soms wel eens denk... hé, hey, nou jij bent tering grappig. En ik weet niet of je het door hebt of niet. Maar overal lees ik soms tweets en dan denk ik van... ja! Ja!
Je bent gewoon een grappige YouTube-vrouw. En die zijn zeldzaam. Die zijn extra rare. Dat is mijn mening, hè. Het is alleen mijn compliment richting Sophie. Sophie, als je kijkt, stress out. What the f***? Stress out? Hè? Het is tijd voor de volgende YouTuber, dames en heren. Dit is de video waarin ik YouTubers complimenten geef. En de tweede YouTuber is Mert erbij. Met Tabi. Mert, grote vriend van alle man. Wat? Ik ga het gewoon hardop zeggen. Mert, wij hebben natuurlijk veel met elkaar te maken. Wij werken vaak samen. Wij genieten vaak van elkaar. We lachen samen. We huilen samen. We knuffelen samen. Gay! We doen die dingen samen, want zo zijn we nou eenmaal. Ik ga 2 complimenten geven. Wow, wow, is het mogelijk? Kijk even naar de scheidsrechter, mag ik 2 complimenten geven? Het is toegestaan, mensen. Het mag ook. Eerste compliment wat ik wil geven. Je kleding staat altijd on point. Mert draagt soms kleren waarvan je denkt, hey, gekkig, maar wel keihard. Approved. En ik weet niet of Tesco nou style of iets in die trant, maar hij heeft eigenlijk altijd wel kleren aan waarvan je denkt, you got this. En het tweede is dat eigenlijk vind ik persoonlijk Mert de allerbeste acteur op YouTube. Ik probeer de gitaar omhoog te zetten. Verschrikkelijk. Soms even typetjes zoals Mootje bijvoorbeeld. En als je hem ziet, dan denk je, jezus, waar is Mert gebleven? Dus dat wil ik even meegeven. Lekker bezig, bro. We gaan door met de volgende YouTuber. En dat is Giel van Stuk TV. Ja, hallo Giel. Hey, hallo. Kijk waarschijnlijk niet, want je vindt mij kut. Nee, dat is niet waar. Of wel. All the people that know Stuck TV. Stuck TV is amazing. Come on, man. Come on. Come on. Damn, bro. Ik kan heel kort zijn over Giel. Ik hou van die jongens. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Ik vind een fantastische gast. Echt zo'n gast die is gewoon recht door zee. Genadeloos. Die heeft zoiets van, fuck dit allemaal. Let's fucking go. I don't give a shit. Hij twijfelt niet eens. Hij gaat gewoon door. Wat ik denk, het grootste compliment wat ik aan Giel kan geven is... Ik wil jou een compliment geven voor je vastberadenheid met alles wat je doet. Ik ben 2 weekjes met Giel op reis geweest. De hele wereld over. Dat was een heldhaftige ervaring. Het was niet normaal. Wat me wel is opgevallen in die tijd is dat Giel is hoogstwaarschijnlijk de meest passievolle, ambitieuze, hardwerkende YouTuber die ik ooit heb gezien. Ever. Dat is geen grap. Giel is die gast als je zegt, misschien moet ik een keer dat proberen. Dan is Giel die gast die zegt, oké, pis, klak, boem. Hey, yo, hey, alles goed? Ja, oké, kom. Wow, yo, top, top, lekker, lekker, lekker. Oké, morgen gaan we filmen. Overmorgen online. Top, we gaan naar huis. Later. Zo is hij. En hij is al gewoon shit aan het doen en het is klaar. Recht door zee, gewoon geen gezeik. En dat is best wel uniek. Dat heb ik nog nooit bij iemand gezien zo erg als hij. Lekker bezig, pik. Kom ik natuurlijk ook niet meer weg om Thomas en Stefan ook geen compliment geven. Dus ja, dan moet ik nou even doen. Nou, Thomas, je bent lekker. Stefan, je bent ook lekker. We gaan door naar de volgende. Hey! Passende complimenten gaan bedenken bij Thomas en Stefan. Dat is verschrikkelijk. Giel net helemaal zijn aars gelikt. Extreem. Eigenlijk had ik gewoon deze dingen moeten voorbereiden. Zo simpel is het. Ik ken Thomas en Stefan niet zo extreem goed. Maar wat ik denk ik wel kan zeggen is, altijd als ik bij Thomas ben, heb ik het gevoel alsof het allemaal cool is. Dus Thomas is gewoon die guy die zegt, ja, weet je, it's all good. Dat is het compliment wat ik aan Thomas wil geven. Dus houd het alsjeblieft vast. Zo van, jij bent die guy waarvan ik nooit het gevoel heb alsof je andere mensen gaat veroordelen of zoiets. Of veroordelen. Zo van, ja, hey, luister vriend, ik chill niet met jou, want jij hebt een lelijk hoofd. Dus fuck jou even. Opgetiefd. Dat is het gevoel als ik bij Thomas ben. Jongen, het is allemaal prima. Kom lekker even biertje drinken. Beetje kletsen, een beetje lullen. Zeg maar die losjes vibe. Dat is echt best wel uniek. Aan Stefan wil ik meegeven dat hij voor altijd zo'n ruwe guy moet blijven forever. Ik denk dat ik van alle YouTubers van echt het level boven de miljoenen, dat zijn er niet heel veel die ik ken. Ken ik denk ik niemand die gewoon nog zo rauw, zo authentiek is als Stefan. Stefan is gewoon die dude, ja joh. Weet je, baard. Ja, chillen, vissen, wonen in een van de rare plek, drummen, zweten, dat. Klinkt echt super debiel. Maar het gaat bijna gewoon omdat je gewoon lekker een rauwe jongen bent gebleven. Dat vind ik fantastisch. Dat vind ik mooi. Ik ben zo'n flikkertje die dan een roze trui aan gaat trekken omdat hij denkt dat hij belangrijk is. Nou ja, dat ben jij dus niet. Ik vraag me af in hoeverre dit hele complimenten gebeuren, in hoeverre het me een beetje goed afgaat. Ben ik een beetje lekker bezig of ben ik juist mensen een beetje een gekke beeld aan het geven? Want dat zou ook kunnen. Ik weet het niet. De volgende YouTube kan natuurlijk niet ontbreken. Het is de enige echte all the way from Assen. Het is je boy Enzo Knol. What the Enzo krakakakaka. Het is tijd voor de almachtige Enzo Knol. Oh my god. Iedereen erover eens is, dit kan je niet ontkennen. Je kan niet 100% haat op Enzo. Dat kan niet. Deze man heeft dingen bereikt, niet normaal. Je kan zoiets hebben van, hey, wat is dat voor gozer? Maar je kan niet 100% op hem haten. Dat is gewoon weird. Hij heeft geen mensen vermoord, hè. Hij is gewoon een guy. Vlogger. Gewoon een echte vlogger. Waarom zou je haten op een vlogger? Je kan natuurlijk heel veel negatieve dingen zeggen. Je kan heel veel positieve dingen zeggen. Ik ken Enzo niet zo extreem goed. Het is niet dat wij elk weekend chillen en dat ik heel kan zeggen, oh ja, heel goed met kippen. Enzo, complimentje aan jou. De manier waarop je met kippen bezig bent. Perfect, man. Keep it going. Dus op basis daarvan kan ik nog niet echt een compliment formuleren. Alleen wat ik wel kan zeggen, en dat is 100% zeker, dat kun je niet ontkennen. Oké? Dat kun je gewoon niet ontkennen. Een gigantisch compliment. Zo een. Zo'n compliment voor je vastberadenheid. Ik ken geen YouTuber die zo vastberaden altijd elke keer upload, maar echt veel ook. En gewoon altijd goed. En die consistentie. En gewoon bam, 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 gewoon door. Zo van, ja, weet je, je kan zeggen wat je wil. Je kan haten wat je wil. Ik upload, godverdomme, gewoon weer vandaag. Als ik mezelf de vraag stel, zou je
willen ruilen met Enzo Knol en zegt nee. Zou niet elke dag die shit. Nee, nee, kan ik niet. Dat vind ik echt het knapste van hem. De hele Enzo Knol vibe ding. Is dat dus blijkbaar een guy is die gewoon elke dag. Zonder pauze, zonder even weekje vrij. Gewoon. Dit is echt intens. Enzo, je vastberadenheid is fantastisch. Is beter dan die van mij. Dat is top. Oké, ik ben natuurlijk de hele tijd. Kut. Mannelijke YouTubers aan het aanslikken. Dus ik ga nu even een vrouwelijke YouTuber erbij pakken. Wow, wat is Vera? Mocht Vera nou niet kennen. Nou ja, Vera is die hele jonge dame die zeg maar zo over haar. Wop, 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 wop. En haar truitjes en haar schoentjes. Kleding en lifestyle en make-up. Yeah. Geen belediging. Ik vind het fantastisch. Echt top. Ik kan heel eerlijk met je zijn. Heel simpel compliment, Vera. Jij bent de liefste. En we gaan door! Nee, jij bent denk ik de liefste, de aardigste vrouwelijke YouTuber die ik ken. That's it. Steek hem lekker in je zak, hè? Geniet ervan! De volgende YouTubers die ik even wat complimentjes door een strot gaat houden. Super gaande. Nessie McQC. Hey man bro. Je kan niet zo zijn, man bro. Accepteer, oké. Deze jongens hebben gewoon een taal bedacht. Het is wederom fantastisch. Ik kan hier heel lang over doen. Ik kan ook gewoon hardop zeggen en klaar is Kees. Ik vind jullie allebei. Neem jullie nu gewoon als één persoon. Twee aparte organismen. Ik druk jullie gewoon samen. Je hebt dan gewoon de Q-Sim. The Q-Sim. The Q-Sim. After all these years, it finally has come to life. The Q-Sim! Zo, jullie zijn de grappigste YouTubers die ik ken. Ik wil gewoon weer met jullie een video maken. Jullie zijn gewoon eens een keer grappig. Jullie zijn wel funny. Lekker bro's. De video die wij samen maakten vond ik gewoon een van de grappigste video's die ik ooit had gemaakt. Als ik naar jullie shit kijk, je kan een straatinterview gewoon 100 uur lang doen. En op een of andere manier heb je altijd die opmerking van je gewoon weet, yo, hey, that shit's funny wel. Grappigste boys ever. Oh my god. Mochten er nou YouTubers zijn waarvan jij denkt, hey Kelvin, ik wil wel weten wat voor complimentjes je hem of haar gaat geven. Nou ja, dan kun je hieronder in de comments even achterlaten. Hey Kelvin, doe even volgende keer Marco Borsato vlog complimenteren. En dat doe ik dan misschien wel. Zo ben ik dan ook wel weer, weet je. Ja. En dat was alles voor vandaag. Mensen, bedankt voor de kijk. Je abonneer even op die kanaal. Ik heb bijna 500.000 abonnees. En when I have the 500.000 abonnees, I'm gonna ask the Nina to marry. Ja, dat gaat zeker gebeuren. En doe even een duimpje omhoog. Want dan gaan we even genieten van de duimpjes omhoog. I'll see you next time. Enjoy the world. Enjoy the weekend. And don't forget to sit on a duck, alright?